Ja, deze baasjes zijn op herfstvakantie en dit zijn twee katten die uit één gezin komen, Lotje en Treintje, en zijn gisteren gekomen en blijven hier een aantal nachtjes logeren. Ja, dat betekent een hele mooie waardering voor het werk wat we doen, de Gazelle Award. Ja, Gazelle houdt in dat je een heel snel groeiend bedrijf bent en de uitzicht dan in de omzetgroei die wij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Om Gazelle te worden moet je minimaal 3 jaar op rij een omzetgroei van 20% laten zien. Wij draaien inderdaad goed, maar omzet alleen zegt niet alles. Maar ja, we draaien lekker en we hebben veel klanditie en ja, we doen ook verschillende dingen en alles bij elkaar maakt die omzet. Wij merken al jaren dat ja, een huisdier echt een onderdeel van het gezin wordt bij de mensen. En daar hebben ze dan ook iets voor over als ze op vakantie gaan of om bepaalde redenen niet voor een huisdier kunnen zorgen. Honden, katten, nog meer? Ja, ook konijnen, cavia's, vogels, papegaaien, allerlei soorten dieren komen hier. Dit is Snuffel, dus die is ook aan het logeren hier. Goudvissen, krokodillen? Nee, die zien we wat minder, maar bijvoorbeeld wel een minivark is de laatste jaren wat meer in trek. En ook die kunnen wij hier een goed plekje bieden. Ja, honden die op vakantie komen, maar ook ja, bijna net als een kinderdagopvang. Hebben jullie ook hondendagopvang? Ja, dat klopt al. Hier zijn honden die 's ochtends gebracht worden voordat de mensen naar hun werk gaan en aan het eind van de dag weer opgehaald worden. Nu een award, een schouderklopje, een teken van waardering. Maar het kan ook nog brons, zilver of goud worden. Ja, zeker. Het is spannend. 5 november mogen we naar het theater aan de parade in Den Bosch. En dan horen we of dat we bij de winnaars behoren. Maar voor ons is deze award eigenlijk al een... winnaar voelen we onszelf. Het is de eerste keer dat we genomineerd zijn. En voor ons als pensioen vinden we het wel een bijzondere blijk van waardering.